Wat mij betreft in een stad mondkapjes op. En voor mijn gevoel is dit ook de laatste keer dat ik in de stad kom. Nou, ik heb meer het idee dat mensen die mondkapjes dragen minder met die 1,5 meter bezig zijn. Dus ik weet niet wat dan belangrijker is. Maar als ik in de winkel zou staan, zou ik er wel zeker wel een mondkapje gaan dragen. Ja. Want dat, in één ruimte blijft toch veel meer aerosolen blijven er hangen. Dus dat lijkt mij dat niet gezond is. Nee, als het voor mij nog niet binnen moet van de winkel zelf, dan doe ik het liever niet. Maar als een winkel dat van me vraagt, dan doe ik het uiteraard wel. Maar nu, nee, hoeft het voor mij nog niet, nee. En maak gewoon heel simpel, helder, landelijk mondkapjes verplicht in afgesloten ruimtes. Dus ga je ook treinen binnen, mondkapje, trein. Laten we het nou maar doen. Winkels ook. Gewoon doen, helder voor iedereen. Utrechtse ondernemers bespreken onderling wat ze van een eventuele mondkapjesplicht vinden. In onze optiek is het op dit moment niet noodzakelijk. Maar als de regering aangeeft dat we mondkapjes moeten gaan dragen, dan zullen we ons natuurlijk aan die richtlijnen houden.